Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 25 maart van Weerplaza. Met een stevige noordwestelijke wind worden verschillende buien over ons land aangevoerd. Bij buien is kans op hagel en onweer. Tussen de buien door klaart het soms fel op. In het zuidwesten van het land zijn minder buien aanwezig. In Zeeland, bijvoorbeeld, blijft het de hele dag zo goed als droog. Later vanmiddag trekken de buien naar Duitsland weg. Het wordt 9 of 10 graden bij een stevige wind vanuit het noordwesten. Vanavond ligt de temperatuur tussen de 5 en de 7 graden en neemt de wind in kracht af naar windkracht 4. Morgen zien we wisselende wolkenluchten. Af en toe breekt de zon door. Het blijft vaak droog. Lokaal kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige noordwestelijke wind. Woensdag kan er nog een enkele bui vallen. Bij 11 of 12 graden en een matige noordwestelijke wind. Vanaf donderdag is het droog en rustig weer. De zon komt vaak tevoorschijn en de temperatuur gaat omhoog naar 14 of 15 graden. Mijn naam is Diana Mouy van Weerplaza.